Ik spreek hier met Reg van Steen. Hij werkt bij Kantag TNS, vroeger bekend als Nipo, waar ik nog jaren heb gewerkt. En je hebt een onderzoek gedaan naar de cryptocurrency, Reg. Van klopt. Hoe staat het met de betrokkenheid van de Nederlanders bij de cryptocurrencies? Nou, dat is op zich een hele kleine groep hoor. Je praat over nauwelijks 2% van de huishoudens die over cryptovaluta beschikken. Dus in die zin is dat heel klein. Wat we wel zien is dat dat dit jaar al meer dan verdubbeld is ten opzichte van de situatie in 2016. Dus die groei gaat ontzettend hard. Maar het komt toch natuurlijk van bijna niks, zeg maar. Het is bijna, ja, het is zeg maar verdubbeld dit jaar. Maar in absolute termen praat je over nog geen 2% van de Nederlandse huishoudens. En dat zijn er in de orde van grootte van zo'n 135.000. Ja, en je zegt het gaat verdubbelen dit jaar. Dus er is wel een warme belangstelling. Kun je iets zeggen over de bekendheid van de gezinnen die dus geen cryptocurrency hebben? Hoeveel mensen weten er iets van? Kennen het begrip Bitcoin? Dat is nog vrij groot. Zo'n 4 van de 5 Nederlanders die hebben daar wel eens van gehoord. Dus in die zin is de bekendheid van cryptovaluta die is toch wel fors. En dan is het uiteraard met name Bitcoin wat men dan kent. De andere munteenheden, daar is men veel minder mee op de hoogte. Ja, maar bijvoorbeeld de Ether, dat is dan Ethereum, zeg maar, de nummer 2. Je zei 80% weet iets, heeft er wel eens van gehoord. Weet iets, heeft er wel eens van gehoord, ja. En ja, als je dan maar de tweede munt vraagt, van waar zitten we dan op? Wat zeg je als? Als we het naar de tweede munt vragen, Ethereum, zeg maar. Ga je dan meteen factor 10 keer zo weinig? Of waar zit je dan? Ja, daar komt het wel bij. Als het om bekendheid gaat, komt het daar wel een beetje op neer. Ja. Ja, als het gaat om de groep die dus cryptovaluta bezit, ja, dan verandert dat. Dan is natuurlijk nog steeds Bitcoin wel leidend. Dan zie je dat 3 van de 4 die hebben Bitcoin in portefeuille, maar ongeveer een kwart die heeft Ethereum in portefeuille. Dus dan zie je wel dat een stuk minder scheef is, laat ik het zo zeggen. Ja, dan heb ik altijd van Nipo en van statistieken geleerd dat het heel lang duurt naar de onderste 15%. En dan gaat het daarna heel snel. Hè? Dat was met internet zo, mobiel, allerlei andere trends. Als je kijkt naar de grote bekendheid en hoe snel het groeit, betekent dat nog veel groter gaat worden? Of zijn er heel veel trends die bij 2% blijven steken, ook al weet heel Nederland er iets vanaf? Nou, ik heb op dit moment geen reden om aan te nemen dat die groei zal gaan stokken, tenzij er allerlei dramatische verhalen rond cryptovaluta opeens in de pers komen, uiteraard. Je kunt het een beetje vergelijken met wat er in de jaren 90 gebeurde met beleggen. Jij bent waarschijnlijk ook oud genoeg om je dat nog te herinneren. In de jaren 90 hadden we de campinghost. Toen gingen mensen vanuit niets opeens in opties beleggen. Maar ook in die tijd was dat amper 20% van de huishoudens die ging beleggen, hoor. Dus ik verwacht niet dat cryptovaluta nu iets wordt waar de hele massa op gaat springen. Dat denk ik heel eerlijk gezegd niet. Maar ik verwacht wel dat deze groei ook komend jaar wel zal doorzetten. Tenzij er, zoals ik al zei, hele gekke dingen opeens rond cryptovaluta naar buiten komen die het in een kwaad daglicht zetten. Ja. Je hebt dan even over die 2%, als we daar even kijken, dat lijkt heel mooi, 135.000, maar het grootste gedeelte heeft echt helemaal niks. Hè? Die heeft minder dan €100, geloof ik, in portefeuille. Ja. Hoe is het ongeveer verdeeld? Nou, het is dus heel scheef verdeeld. Dus je ziet dat 43% van de huishoudens, die hebben er nog geen €100 in, of tot €100 in gestopt. Dus ja, dat is natuurlijk kruimelwerk. Net als je nou praat over mensen die echt substantiële bedragen, nou, waar leg je dan de grens met een substantieel bedrag? Dan pak ik even maar het bedrag van €1000. Dat is amper 15%. Dus dat betekent dat, nou, Roebers, van de kleine 20.000 huishoudens hebben daar qua waarde iets van €1000 op dit moment in zitten. Ja. Oké, dus dat is 20 miljoen. En als je dat dan nog de grote jongens erbij pakt, die dan meer dan 10.000 of meer dan 100.000, dan zitten we misschien op 30, 40 miljoen in Nederland of zo bij elkaar. Heb je dat nog uitgerekend? Nou, kijk, wij hebben ingeschat op basis van onze steekproef. Dus we wilden uiteindelijk een kleine 600 huishoudens over die cryptovaluta in bezit hebben. Met dus een hele scheve verdeling. En dan zaten daar zo'n eigenlijk maar 2 miljonairs in. Cryptovaluta miljonairs, zo moet ik het dan uitdrukken. Ja. Van de eentje was die inderdaad, geloof ik, iets van een kleine 25 miljoen bezat in cryptovaluta. Dus je ziet eigenlijk 25 miljoen dat had, zeg maar. Ja, okay. En wie was dat? Ja.
Minder dan 1% van de cryptovaluta bezitters, die hebben gewoon, nou, in Nederland dan, zeg maar, zijn die zo'n verantwoordelijk voor zo'n 30-35% van het totale cryptovermogen. Dus het is super scheef verdeeld. Ja, zitten we al op de 100 miljoen, alles bij elkaar dan? Als er eentje is, ja, daar zitten we qua waarde zitten we daar wel boven. Ik schat ergens tussen de 100 en de 150 miljoen wat de waarde is. Het is natuurlijk wel volatiel. We hebben dit een maand geleden hebben we dit vastgesteld. Dus het was in die periode was dat het geval. Goed, inmiddels staat hij alweer op 5000. Als ik puur alleen naar de bitcoinwaarde kijk. Dus ja, de dagwaarde zal wel van het totale Nederlandse cryptovermogen zal wel wat schommelingen vertonen uiteraard. Maar boven de 100 miljoen zitten we wel. Ja. Oké. Ga je dit vaker doen, dit onderzoek? Ja, we zijn wel van plan om dit ieder jaar uit te voeren. Om te kijken wat de ontwikkelingen op dit vlak zijn. Ja. Zijn er al mensen die betalen voor het onderzoek? Dus dit is zeg maar het gratis. Nee, wij stellen het op dit moment. Het is een heel beknopt onderzoek hoor. Wij vragen hier geen geld voor. We doen het uiteraard ook als een beetje als een teaser. Als er partijen zijn die daar meer interesse in hebben, dan kunnen we dat uiteraard uitgebreiden en dan tegen betaling ter beschikking gaan stellen. Ja, ja. Maar dat is tot nu toe is het zo klein dat je denkt dat dat nog niet de moeite waard is, maar dat zal volgend jaar of het jaar daarna wel kunnen. Ja, ja. Ik verwacht wel dat dat gaat gebeuren. Dat was voor ons ook de reden om dit voor de eerste keer grootschalig uit te gaan voeren. Ja. Nog andere inzichten die je met ons kunt delen die je opviel? Van bijvoorbeeld die man van 25 of vrouw van 25 jaar. Was het een man of een vrouw en hoe oud was die? Nou, we hebben gekeken naar het profiel van die huishoudens die cryptovaluta beschikken. En daaruit hebben we heel duidelijk kunnen concluderen dat die alles behalve het klassieke beleggersprofiel, de beleggers en aandelen, beleggingsfondsen, noem het maar op. Dat profiel hebben ze absoluut niet. Ze zijn gewoon jonger, ze zijn niet hoog opgeleid, zijn nog niet laag opgeleid, wil ik ook niet zeggen hoor. Maar dat zie je bij de gemiddelde belegger wel. Dat zijn vaak de oudere mannen hè, die in aandelen, opties, noem het maar op zitten. Dit zijn meer, je zou bijna kunnen zeggen, de gemiddelde Nederlanders die cryptovaluta in de portefeuille hebben. Maar het is dan ook niet echt een beleggingsinstrument. Ze hebben het als een soort gokje. Ik heb de vergelijking gemaakt met de kopen van een paar staatsloten. Als het om nauwelijks 100 euro gaat, mochten ze het allemaal kwijt zijn, dan schrikken ze daar niet echt van. Dus in die zin kun je dat niet echt vergelijken met beleggen, zeg maar. Oké, okay. Ja. Hey, maar die 25 jaar, die persoon die 25 miljoen had, zeg maar, die een derde ongeveer had. Ja. Was het een man of een vrouw? Of was hij, hoe oud was hij? Dat heb ik niet nader bekeken. We hebben wel gecheckt van kan dat kloppen, maar die zat er inderdaad al sinds het begin, zeg maar, in. Rond 2010. En als ik keek naar het bedrag wat hij had ingelegd, dat hebben we ook afgezet tegen oké, wat is dan, en dan even als maatstaf de bitcoin maar weer genomen, zou dat kunnen kloppen? Dat klopt inderdaad. Dus er zijn inderdaad mensen die er goed op binnen zijn gelopen. Oké, nou, we zijn heel benieuwd. Dankjewel voor deze insight in het Nederlandse volk. 135.000, waarvan er 600 eigenlijk serieus bezig zijn. Nou, dat is inderdaad echt een super kleine hoeveelheid. Dus dat geldt ook een beetje dat het nog behoorlijk kan groeien in de toekomst. Concludeer ik daaruit. Hartelijk dank. Daar gaan we wel naar. Oké. Okay.